Ook in de wildernis, mensen. In dit geval vissers. Een beroep dat sinds de 17e eeuw niet is weg te denken uit het gebied. Maar niet iedereen was altijd op open water. Vanaf 500 voor Christus wordt het gebied aan de Waddenkust permanent bewoond. Omdat de zee in het lager gelegen gebied vaak overstroomde, legden de bewoners wierden aan. Woonheuvels van zoden en huisafval. Op deze wierden ontstonden de eerste dorpen. 1000 jaar beschermden de wierden de bewoners van water. Tot er in de vroege middeleeuwen dijken langs de Waddenkust werden aangelegd. Toen werden wierden overbodig. Maar leuk zijn ze nog wel.